Grote mensen die niet in kabouters geloven... Kabouters bestaan niet. ...hebben ongelijk. Jawel, daar. Ik heb er juist eentje gezien. Hij zit in die mevrouw haar tas. In een bos, ver weg van hier en al helemaal niet in de buurt van mensen, woonde er eens een kabouter. En die kabouter heette... Korsakov. Kabouter Korsakov had het best naar zijn zin in het kabouterbos. En hij had een massa vrienden. Hallo. Hey, hallo. Maar door een stomme vergissing moest hij het bos verlaten. Korsakov, ja. Zo kwam hij per ongeluk in de mensenwereld terecht. Pas op, Korsakov, pas op! Dat was op nippertje. En sindsdien is hij op weg. Terug naar zijn kabouterdorp. Gelukkig is hij niet alleen. Meneer Watman, de glimworm, vergezelt hem op zijn reis. Handig, want meneer Watman geeft licht in het donker. Ja, en hij heeft een hele grote woordenschat. Poëzie, poetsgerief, poespas, poepje, rakke, pif, paf, poef, poesjenelle. De vrolijke avonturen van kabouter Korsakov. En meneer Watman? Een reeks boeken met luisterspel voor avonturiers vanaf 4 jaar. Kijk op geluidshuis.be.